Welkom bij De Kracht van Os, het programma over talentvolle mensen uit Os. Welke talenten heeft de stad allemaal voortgebracht en wat gebeurt er om de stad te laten bloeien? Om daarachter te komen gaat Ossenaar Kevin van der Vliet op pad. Hij praat met ambitieuze mensen uit Os. De eerste is supersportcoureur Jos van der A. Yeah! Hey Jos, vertel maar eens waarom jij een van de betere coureurs van Nederland bent. Nou, ik denk omdat ik mij de laatste drie jaar gewoon goed voor in Nederland heb laten zien. En ik heb de laatste twee jaar 4 overwinningen gehad in het Nederlands kampioenschap. Ik ben afgelopen oktober ben ik derde geworden in Spanje op het EK. Dus ik denk dat ik mij daarop goed op de kaart heb gezet. Maar jij rijdt normaal niet met deze motor. Met wat voor motor rij je normaal? Nee, dat klopt. Ik rijd normaal op een Yamaha R6, maar die is helemaal race klaargemaakt en die is alleen voor op de circuit bedoeld. Oké, en hoe hard gaat die motor dan nu? 250 of 260 km/u. En wat zijn jouw ambities voor de toekomst dan? Ik wil mij volgend jaar in het Duitse kampioenschap goed laten zien. Oh. En in 2014 proberen we toch alles aan te doen om naar de WK Supersport te kunnen. Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niets. En spring maar achterop bij mij, daar gaan we samen weg. En ik weet nog niet waar naartoe, maar dat maakt niet uit, want ik weet wel de weg. De Kracht van Os is een samenwerkingsverband tussen het Osse bedrijfsleven, de gemeente en de Rabobank. Rob Prins is hiervan de voorzitter. De Kracht van Os is een project dat ontstaan is na de ontslaggolf bij MSD. Een aantal partijen wilden een nieuwe elan naar de toekomst, gebaseerd op het historisch besef dat in Os af en toe een klap valt, maar dat we er altijd weer bovenop komen. Nou, en hoe doen jullie dat dan? Nou, de Kracht van Os heeft 4 poten. Eerst plaats de bestaande ondernemers bij elkaar krijgen in brancheorganisaties om te kijken wat kun je voor Os betekenen naar de toekomst toe. Tweede poot is de starters. Jonge ondernemers begeleiden, helpen met een businessplan, helpen met de financiering, helpen met allerlei zaken. Want we zoeken nog steeds de nieuwe Frans Heesen, we zoeken nog steeds de nieuwe Wim Vos. De derde poot is langs thema's. Duurzaamheid, energiebesparen, zijn activiteiten die van belang zijn voor de ondernemers. De vierde poot is om gelden bij elkaar te krijgen om dit allemaal te financieren. Dus we helpen met banken, we hebben een fonds ook vanuit de gemeente gekregen, maar dat willen we groter maken. En dat is belangrijk voor de toekomst van Os. Iemand die bijdraagt aan de Kracht van Os is Ilse Gabriels. Zij werkt op het Mondriaan College en is docenten van het jaar 2011-2012. Leuk aan lesgeven vind ik het contact met jonge mensen en ze begeleiden in het volwassen worden. Ik vind het ook leuk om ze door de fase van de puberteit te zien gaan en ze daarin ook te helpen en naar hun verhalen te luisteren waar ze allemaal tegenaan lopen en ze daarin te begeleiden. De boodschap die ik mijn leerlingen mee wil geven is: zorg dat je dat doet wat je leuk vindt en genieten van het leven. Die ook in Os op school hebben gezeten zijn de leden van de band Dear World. Zij stonden niet zo lang geleden nog op Paaspop. Jullie beschreven je muziek eigenlijk een beetje als porno. Ja, waar komt dat vandaan? Wie heeft dat gedaan? Ja, ik heb dat tegen de presentator gezegd. Hij zei van ja, hoe kan ik jullie het best beschrijven? Dat is wel grappig met de binnenkomst, zeg maar. Het is in ieder geval geen tongzoenmuziek. Dat is nee, sowieso zeker niet. Maar hoe zou je muziek dan wel echt omschrijven als je het niet als porno zou omschrijven? Electro, vlees en bloed. Okay. Ik kan wel even uitleggen, maar mensen moeten gewoon kunnen kijken. Ja. Waar treden jullie dan binnenkort op als mensen jullie willen bezoeken? In Hees. Ja, dat is leuk. Misschien niet ja, wist het alweer. Ja, dat is wel. Ja, nachtgenees. En waarom meer?
Mondiaal. Oh ja, Mondiaal. We gaan alweer richting het zomerseizoen. En Hemeltje Lief Festival. Oh ja, in Amsterdam. Festival met de leukste naam van Nederland. Als je die beelden dan terugkijkt, bijvoorbeeld ook van zeg maar, het optreden van net, wat de installatie die dan allemaal wel niet hebben staan. Dat lijkt me ook echt. Ja, sommige mensen noemen ons ook Gear World. Misschien had ik dat niet moeten zeggen. Ja, het is een beetje uit de hand gelopen inderdaad. Okay. Wanneer is voor jullie dan een optreden ook echt geslaagd? Ja, als ze uit hun dak gaan. Ik vind het wel een fijn gevoel, neem ik aan. Hoe dan mensen... Ja, stiekem wel. Bijna beter dan seks. Nee man, Boom is... Oké, beter dan seks. Is weer terug in Os. Hij bezoekt een drukkerij en praat daar met Rob van den Ende. De man die ervoor zorgt dat 7 grafiemediabedrijven uit de regio samenwerken aan een nieuw product. De bulkgoederen die aankomen bij de Os overslagcentrale zitten in grote containers. Die grote containers zitten die producten in bulken. Die moeten dus klaargemaakt worden om uiteindelijk in de schappen van de grote winkelbedrijven ter verkoop te worden aangeboden. En daartussen zit een hele bewerking, moet verpakt worden, er moet verpakking komen, er moeten bijsluiters komen, er moet promotiemateriaal komen, er moeten displays komen. En al die zaken die kunnen wij combineren met onze 7 bedrijven. En bij de ontwikkeling van het product gaan wij gebruik maken van scholieren, studenten van de hbo-opleidingen hier in de regio. En wat gaan die jonge mensen dan concreet voor jullie doen? De jonge mensen die gaan dingen doen waar wij ook nog niet precies van weten wat ze gaan doen. We gaan die producten echt helemaal nieuw ontwikkelen. Dat betekent, er zullen ongetwijfeld studenten bij zijn van de marketing, van procesvernieuwing. Er zullen studenten bij zijn die gericht zijn op echt innovatieve producten. En die gaan meedenken. Die gaan gewoon meedenken in het proces. I'm feeling sexy and free. De kracht van Os zit hem niet alleen in bedrijvigheid, ook op sportief vlak worden er talenten voortgebracht. Rick van der Ven is er daar één van. Hij is een ster in boogschieten. Het voornaamste wat je eigenlijk goed moet kunnen is je eigen goed kunnen concentreren op een bepaald deel. En spiercontrole, dat is ook heel belangrijk. Qua schiettraining zitten we op 20 uur ongeveer in de week. En dan doen we nog een uur of 3-4 krachttrainingen in de week erbij. Maar ik vraag me dan eigenlijk af, hoe kom je met de sport als boogschieten in contact? Ik denk toch wel dat de meeste mensen via familie, vrienden en kennissen gewoon een keertje gaan proberen. En dan meestal wel leuk vinden en dan toch wel blijven hangen op de verenigingen. En zo komen eigenlijk de meeste mensen in aanraking met mijn sport. Ik heb begrepen dat jij komende zomer mogelijk mee mag doen met de Olympische Spelen. Waar ligt dat aan? We hebben de nominaties hebben binnen. Maar nou moeten we nog dit jaar nog of in Amerika of in Amsterdam een podiumplek halen. En dan is het goed als zeker om naar de Olympische Spelen te gaan. Op creatief vlak mag ons ook niet klagen. Henry Jansen, bekend fotograaf in de regio, legt Kevin op de gevoelige plaat vast. Ja. Kevin, jij mag een stukje voor jou naar rechts. Ja, en dan doe je gewoon je handen lekker in de broekzakken, lekker een beetje relaxed staat. En dan zet je linkervoet een klein beetje naar mij toe. Een goede fotograaf. Beginnen met passie, gek zijn van het vak. En vooral veel knippen, denk ik. Dit moet je als fotomodel hebben. Goede smile. Welke kwaliteiten moet je als fotograaf hebben? Nou, wij zijn mensfotograaf, dus ik denk goed om kunnen gaan met mensen, ze op de gemak kunnen stellen. Tijdens het praten ook kunnen knippen, want dan krijg je de mooiste foto's. En daar velen doen nogmaals. Je kan het niet leren van achter een bureau. Henry Jansen draait al jaren in de top mee en mag vanwege zijn oeuvre de titel Master of Photography gebruiken. Master of Photography, dat houdt in dat je bij een club fotografen aangesloten bent in heel Europa. En daarbinnen zijn we een Nederlandse afdeling. Daar geef je lezingen,
workshops, doet aan wedstrijden mee. En ja, als je dat een beetje goed doet, dan krijg je punten. En bij een x-aantal punten, dan ja, krijg je een titel. Schiet nog even een plaatje, Kevin. Dit mag nog even echte armen over elkaar en dan mag een beetje serieus, een beetje stoere blik. Dat was het alweer, de allereerste aflevering van De Kracht van Os. De volgende aflevering zit in het teken van Start is Succes. En daar weet Fabian van der Horst alles vanaf. Start is Succes Os is de springplank voor succesvolle starters in Os en biedt intensieve coaching en begeleidingstrajecten op maat. Maar dat is voor de volgende keer. Ik ga nu eerst lekker genieten van mijn biertje. Ik hoop je de volgende keer weer te zien. En proost. Wilt u meer weten over De Kracht van Os? Kijk dan op onze website www.d-tv.nl. Graag tot de volgende keer. Ha 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 ha!